De hond uit de struiken geplukt. De Tweede Kamer gaat vandaag praten over maatregelen tegen jihadstrijders. Het gaat vooral om het innemen van paspoorten, het weren van haatimams en het instellen van een kliklijn waarnaar gebeld kan worden over jihadstrijders. Mogelijk komt ook de situatie in de Schilderswijk aan de orde. Een 43-jarige Hagenaar die wordt gezien als een zeer gewelddadige verkrachter is gisteren door België aan Nederland uitgeleverd. Ruim 2 weken geleden zou hij een 60-jarige vrouw uit Voorschoten in haar eigen huis hebben verkracht. Vandaag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris in Nederland. Zelf Tweede Kamertje spelen kan tegenwoordig. In het gisteren gelanceerde bordspel Hart van de Democratie is het de bedoeling om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden over het politieke proces. Wie als eerste in de Tweede Kamer komt, wint. Tot zover Den Haag in 60 seconden. Dag!